Yo mensen van Noobs Gameplay, welkom in een nieuwe welkom in een nieuwe aflevering van Mirror's Edge. En we gaan wegrennen voor de politie. Shit. Wat heel cool is, denk ik, hoop ik. Wegrennen voor de politie. Oh ja, ik neem dit op naar Caspers Aladdin opname gedoen. Dus ik moest zeggen hoe mijn broodje smaakt. Een review mijn broodje smaakt. Nou, mijn broodje was verrukkelijk hoor. Ik had één broodje, nou een half broodje met kaas. Eén broodje met kipslever was volgens mij. Weet ik niet meer. Goed. Nou en nog iets. Het was goed genoeg. Het was te eten. In ieder geval. Als je het zelf doet. Weet ik. Oh kut, ik zit vast. Mamma mia! Bam, glas door midden. Ik zei het glas door midden. Maar dat klopt niet, want het glas breekt. Dat is raar. Fuck! Kom op! Oh mijn god, ik zie niks. Het is wit. Wit. Oké, hallo. Hallo. Het is hier gezellig. Hop, ja, mooi. Kom op, alsjeblieft. Daar! Daar! Ik zie het, ik zie het. Snel, 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 snel! Ja, snel, snel, snel! Snel, 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 snel! Ik hou van dit spel! Hey, oké, ik had lag. Ik had lag. Oh god, waarom ik lag? Dat is niet lief. Ah. Hallo! Wat is je best gezellig? Vinden jullie ook niet? Oh, level. Het level is aan het laden. Heb je wel eens. Toch? Oké, houd je bek, Marcas. Mijn broer is aan het zingen. Geloof me, dat wil je niet horen. Een grote hobby is zingen. Hij heeft meegedaan aan de Idols van 2008. Moet je maar even kijken. Nee, grapje, dat lieg ik. Dat lieg ik. Het zou wel grappig zijn als het echt zo was. Ik weet echt hoe dit zou lachen zijn hoor. Dit zou lachen zijn. Ik heb nog steeds een rode handschoen. Wat ik al 400 keer in mijn andere video heb gezegd. Oké, wie vindt dat ik skills heb hiermee? Niemand. Yay! Dit gaat wel goed. Toch? Ja toch? Ja toch? Niet allemaal toch? Nou dan. Houd je bek. Oké. Ja, mooi. Het is goed gegaan. Het is raar eigenlijk dat je daarvoor geen damage krijgt. Ik bedoel, misschien is het wel zacht, maar dan hoor je gewoon een damage krijgen. Hey, hoi. Oh, ik moet daar zijn. Hey, what the fuck. Oké, hierop. Kom op. Kom op, Vee. Ja, goed zo. Lieve meid, brave meid. Je krijgt mijn extra snoepje. Oké. Ik behandel haar als een hond. Of is ze dat ook? Trapje op. Nou, dat zal waarschijnlijk heel moeilijk zijn. Het moeilijkste van deze aflevering in ieder geval. Zo. Waarschijnlijk zagen jullie niet goed wat daar gebeurt. Nou, ik deed weer space. Je weet wel. Oh kut, ik ben dood. De eerste dood van de afleveringen. We gaan de dood. Is dat goed? Nee, volgens mij niet. We gaan de doden. Nee. We gaan tellen hoeveel keer we dood zijn gegaan. Ja, dat is beter. Beter. Toch, B? Hallo, ik praat tegen jij. Tegen jij. Ze heeft best wel coole schoenen. Zo van Ninja Turtle schoenen. Toch? Dat is Ninja Turtle. Die hebben van die twee teense schoenen. Twee teense. Lol. Oké, het gaat goed. Oké, denk ik. Kom op. Klim. Dikke mens. Klim. Oké, dat is fout. Dat was de bedoeling. Ik
Oké, daar. Daar naartoe. Snel. Ik wil niet dood. Boom. Oké, ik ben binnen. Geen zorgen, jongens. Ik ben binnen. Oh, god. Binnen in mijn hart, binnen in mijn ziel. Ik wil binnen. La 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 la. Oké. Losers! Jongen, dat heeft echt geen nut of zo. Ik zit in de lift. Jeez. Losers. Oké, we gaan weer lezen. Zo moeilijk is het niet. City Eye Channel News. For Harley News Updates. City Eye. Maar god, dat is leuk. City Eye Channel News. Secure and reliable. Oké. Het boeit me ook helemaal niks. Dit is een liftdeur. Dit is een liftdeur en die is grijs. Nou, grijs. Hij is zilver. Kan je zilver grijs noemen? Ik vind van niet eigenlijk. En dit is rood. En dit is wit. En mijn schoenen zijn rood, zwart en wit. Oh mijn god! En mijn broek is wit. En mijn shirt is zwart. En mijn handschoen is rood. Dat is voor de blinden. Kom op. Dit is echt het nadeel van Mirror's Edge. Dit is gewoon... Die liften duren veel te lang. Ik bedoel, hoe hoog kan een gebouw zijn? Jeez. Kom op. Serieus. Dit duurt echt veel te lang. Ik zie een banaan liggen op de tafel. Hij is geel en bananerig. Kom op! Mama. Wat een kut reclame. Die reclame van die poes die op het balkon staat te janken om zijn moeder omdat hij geen beltgoed meer heeft ofzo. Nou en het gaat om beltgoed, Cas. Mijn broer zit weer slim tegen me te doen. Oh mijn god! Mijn geglitchte armen. Terwijl hij het level laat. Exit. Ja, dit was het ook een plan. Hallo? Oké, ik denk dat ik weg moet. Daar is een rode deur. Nee. Oké, mooi. Nee. Ja, het gaat goed. Het gaat nog goed, jongens. Nee, dat is wel goed. Woo! Niet schieten, jongens. Ik heb jullie niks misdaan. Ik bedoel, jezus, zijn choppers niet wat overdreven eigenlijk? Oh. Oké, glijden. Oh, dat was niet helemaal zoals gepland eigenlijk. Oké, er wordt ondertussen gewoon volop op mij geschoten. Dat is best wel redelijk eng. Ja, je gaat best wel snel dood in dit spel. Oh mijn god, what the fuck? Wat is dit? Waar moet ik naartoe? Ik heb echt geen idee. Oh, ik heb mijn timer niet gestart. Gadverpillekes. Oh god, wat doe ik? Ik zit met één hand te sturen omdat ik met de iPad bezig ben van mijn broer. Om de timer te zetten. Meh. 6 minuten, denk ik. Oh god, goddomme. Van de trap op glijden. Jee. Lijkt me best cool als je hier in je eentje bent. Nou, ook weer niet, want misschien is het best eng. La 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 la. Wat kan ik? Nou, waarschijnlijk deze kant op. Waarschijnlijk. Ik denk dat het allebei kon, eigenlijk. Aangezien ik daar vanaf sprong net. Dus. Godverdomme, waarom moet het level zo lang laden? Ik vind het niet kunnen. Ik wil gewoon respect. Lekker liedje op de achtergrond. Soort van, eigenlijk. Censure and Plaver. Kom op! Oké, ik mag weer. Oké, wat is dit? What the fuck is that?
Hé hey, meneer, hoe gaat het met jou? Nee, wat de fuck, waar ben je? Toon eens een keer respect tegen iemand met een rode handschoen. Klootzak. Ik ben echt helemaal trots op mijn rode handschoen. Ik schiet in het niks. Yay. Zo. Ach, gooi dat ding maar weg. Hé, hey, ga erop. Shit, de deur. Zo, trappetje. La 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 Onder de freerunner. Wow. You okay? Jij bent een neger. Come on. Oké. Je did good, Faith. No word on what's got the blue so Oké, ik doe dit zelf niet trouwens. Voor de duidelijkheid. Dit is een kutscène. Jij hebt tattoos. Something's got somebody rattled, kiddo. I don't know what it is, but they're mighty. Dat weet hij zelf niet. Die zijn in zijn slaap gewoon, hey, gewoon getatoeëerd. Take long to lose them? Nah, those blues can't move for shit. Zij kijkt boos. Zij. Met de blonde porno haar. Wires are fizzing about Pope's murder. Blue traffic is out. Way out. Don't know what's got into them. Must be contract renewal time. Be careful out there, Sal. So why all the heat? Now a girl's been lifting evidence from a crime scene. Now every cop in the city. Is hij nou pistolenonderzoek? Oh nee, wacht, dat is allemaal. Ja, I think it's from a diary. Hij heeft allemaal onder zijn oksels. Archaio to the high. Wasn't he the Greek guy? Yeah, his dad made him some wings out of feathers and wax. Then the boy flew too close. Helikopter. 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 Vliegen is jouw fijn. If anyone's heard anything, then you know who it'll be, Faith. Helikopter. I know he ain't around anymore, but he's got contacts. You can't avoid him forever. Wanna bet? Who? Ik heb hier een papiertje van een lot van de een of andere loterij, welke naam ik niet ga noemen. Voor de zekerheid, maar. Anders wordt er straks misschien van YouTube gegooid. De meeste van jullie zijn al blij, maar ik zelf niet. Ik heb nog maar 1 minuut en 42 seconden. Dus ik denk dat ik hier de episode ga eindigen. Voor de eerste video doe dan een groen duimpje. Voor de eerste video kutten dan ook een duimpje. Dan rennen wij even een beetje. Doe dan ook een groen duimpje. En dan zie ik jullie de volgende keer weer met Mirror's Edge. Dus, doei!